erg, ja. Moet je ook niet te veel zorgen maken, want van stress ga je dood. En dat is natuurlijk wat ze willen, dat je doodgaat. Want depopulation agenda, dat soort zaken. Maar niet doodgaan. Blijf leven, non de tu. Dus je goed recht. Andere mensen moeten dood. Nee, niemand hoeft... Niemand hoeft dood. Maar ja, dan gaan nou eenmaal mensen dood. En laat het dan in ieder geval de mensen zijn waar we geen reet aan hebben. Zoals bijvoorbeeld deze mensen die ons deze tering zo hebben gebracht. Weet je wel? De grootste ego's. De grootste mensen die allemaal met speculatieve, fictieve waardes onze hele Getterse levens overhoop zitten te halen. Terwijl er mensen die in DC's werken, de straat vegen, de riolen onderhouden, de techniek doen, de elektriciteit doen, alles de vak in de maatschappij draaiende te houden, die krijgen niks. Huh? Je moet op een gegeven moment toch eens een keer zeggen met z'n allen van, hey, luister dan, ik kan een hele maatschappij draaiend houden met een clubje mensen. Fuck deze miljonairs en biljonairs. Die mensen kennen niet eens hun eigen reet afvegen. Dus laat ze maar lekker stikken. Laat ze maar lekker op een berg geld zitten die hem geen reet waard is. Doe maar iets anders. Koop florijnen of zo, weet ik veel. Je moet alleen wel de elektriciteit draaiende blijven houden. Want god non de ju, als de elektriciteit uitvalt, dan krijgen we een bak chaos, jongen. Hoi. Hoi. Dan wordt het één grote... Poppenkast. Nee, het is al één grote... Poppenkast. Maar ja. Poppenkast. Dan krijgen we echt een tyfuszooi. En ik moet eerlijk zeggen, ben ik ook niet bang voor. Weet je? Laat het maar helemaal naar de gat vergaan.